steeds moeilijker de veiligheid nog verder te verbeteren. Dat verbeteren is wel mijn ambitie. Want te vaak sprak ik mensen na een inbraak of beroving of na geweld. En zag ik hoe diep dat bij slachtoffers en hun naasten ingreep. Soms een mensenleven lang. En dan, dames en heren, het volgende. Laat ik het maar ronduit zeggen. Op deze tweede dag van goede voornemens. Ik zei vanmiddag ook iets over in de gemeenteraad. Ik ben geen tovenaar. Ik verricht geen wonderen. Ik spring ook niet door hoepels. Ik kan geen ijzer met handen breken. En ben niet zonder fouten. Vraagt u dat maar aan mijn vrouw en kinderen. Hier staat een gelukkig man. Omdat hij de komende jaren niet alleen mag optreden als waker over uw veiligheid en als voorzitter van de gemeenteraad en van het college, maar ook als burgervader die het als een groot voorrecht ziet aanwezig te mogen zijn bij de bijzondere momenten in de stad. Klein en groot, momenten van verdriet, boosheid en rouw en momenten van vreugde. Burgervader die zijn schouder zet onder het burgemeesterschap. Maar u die schouder ook aanbiedt om op te steunen en op uit te huilen. Een burgervader voor wie het bovendien een eer is een verdiend schouderklopje uit te delen aan mensen die dat verdienen. Dit is voor mij de kern van het burgervaderschap. Burgemeester te zijn voor iedereen. Er te zijn voor u allen waar en wanneer dat nodig is. Dames en heren, ik kondigde al aan. Vanaf morgen dompel ik mij onder in de stad. Probeer ik door te dringen in de haarvaten van Utrecht. De haarvaten van de stad van mijn dromen. De afgelopen jaren heb ik soms stilletjes wel eens dat mooie lied geneuried. Ja, het was voor mij een verrassing, dus ik doe het lekker toch. Maar het klonk al eerder vanavond. Ik ga maar beginnen. U kent dat mooie lied van Rijk de Gooier. Bekend geworden door Herman Bekien. En ik wilde nu verrassen. Ik heb weken geoefend. Maar misschien zingt u het ook. We doen gewoon een heel klein stukje. Het is allemaal zo netjes uitgetikt ook. Dus ik doe het eerste couplet. En doet u alstublieft zo snel mogelijk mee. Want het programma staat wel in het kader van Muzikaal 2014. Als ik boven op de Dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude Grachie, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, wat dagie wat. Er is geen mooier als Utrecht, mijn stad. Als Utrecht, mijn stad. Dames en heren, hier en thuis. U heeft het hopelijk gemerkt. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ga ervoor. Dank voor het vertrouwen en tot snel. En tenslotte, natuurlijk wens ik u allemaal namens Marjan, namens het gemeentebestuur en alle medewerkers een geweldig 2014. Dank u wel.